Afgelopen week heeft de KNVB aan de club bekendgemaakt dat Sparta in de financiële categorie 2 blijft. Kan je uitleggen wat dat betekent? Ja, wij hebben als clubs samen met de KNVB afgesproken enige jaren geleden dat we clubs naar aanleiding van hun financiële positie in een categorie indelen. Ja, hoe meten we dat dan? Dat meten we naar aanleiding van de vermogenspositie, de liquiditeit, dan wel de cashpositie en de exploitatie van de club. Naar aanleiding van die variabelen bescoren we punten en uiteindelijk vanuit met die punten komen we uit op een totaal wat een categorie 1, 2 of 3 vertegenwoordigt. Nou is Sparta in categorie 2 ingedeeld dit moment. Waar is dit meetmoment op gebaseerd? Dit meetmoment is op de halfjaarcijfers gebaseerd. Wij hebben afgelopen 1 februari hebben wij onze halfjaarcijfers in moeten dienen. Die beoordelen ze dan naar aanleiding van een format die voor elke club gelijk is. En nou ja, goed, vanuit daar is een categorie 2 indeling gekomen. Heeft het spelen van Eredivisie grote gevolgen voor de categorie indeling van Sparta? Nee, want in de eerste divisieperiode zijn wij ingedeeld in categorie 2. Op Eredivisie niveau zal dat ook zijn, of is dat ook geweest. We zien op dit moment ook niet dat we de komende jaren 1, 2, 3 naar categorie 3 zullen schieten. Op Eredivisie niveau is onze expectatie wel aanzienlijk beter dan op eerste divisieniveau. Wat op de lange termijn kan gaan impliceren dat we naar categorie 3 gaan verhuizen. Maar een doelstelling op zich is het niet.